je zet van nu af aan je zorgen aan de kant. Eindelijk vrij, dan sla je vleugels uit. Vanaf vandaag een nieuwe start, het leven begint. Hey Sylvia. Hey Enno. Weet jij waarom Fred de laatste tijd zoveel post krijgt? Oh, dat zullen de reacties zijn op die tv-column die hij heeft gedaan over ongewenst drukwerk. Hij heeft gezegd dat je de tekst van het programma kon bestellen. En ben jij ook tegen ongewenst drukwerk? Ja. Nou, dan moet je die teksten van Fred niet versturen. Ah nee, weer een afwijzing. Ja, zo te zien wel. Arme Rudy, hij loopt al 3 jaar met het toneelstuk te leuren. Je zou toch van die gesubsidieerde gezelschappen verwachten dat ze een beetje beter met mensen om kunnen gaan. Maar nee hoor, ze sturen het gewoon terug met een standaard bedankje. Ja, en wat wil jij dan? Nou ja, iets van een met de hand geschreven briefje. Zo van, leuk stuk Rudy, ga zo door. Hartelijke groeten, Gerard-Jan Reinders. Nee, kijk, als je hoog mikt, zoals Rudy, dan moet je ook tegen teleurstellingen kunnen. En dat weet ik uit eigen ervaring. Hoe bedoel je, dat weet jij uit eigen ervaring? Nou, je dacht toch niet dat ik mijn hele leven in de postkamer wil blijven werken? Ik heb al lang een andere baan op het oog. Oh ja, welke dan? Die van jou. Oh, ja, nou ja. Ik zie ook niet in waarom jij geen assistent producer zou kunnen worden. Ja, het klinkt leuk en het lijkt me makkelijk zat. Ik weet alleen niet of ik zo ver achteruit wil in salaris. Hey! Ook goedemorgen, Enno. Goedemorgen, meneer Bouwman. Morgen, Sylvia. Alweer één? Ja. Dat is niet zo best, hè? Nee, arme Rudy. Arme Rudy? Arme Leo? Hij gebruikt onze frankeermachine om die dingen te versturen. Ik wou dat hij daar eens mee ophield. Ah, daar meent u helemaal niks van, meneer Bouwman. Ja, dat meen ik wel. Waarom is het nou zo erg dat Rudy toneelschrijver wil worden? Rudy is een goede journalist. Met zijn teksten klinkt Fred Cordoba bijna intelligent. Wat is er nou voor ergs om daar je brood mee te verdienen? Niks, maar volgens mij... Wat wil jij in je leven bereiken? Hoe bedoelt u? Nou, ik neem aan dat je iets meer wil worden dan alleen maar assistent-producer. Nou ja, ik zou wel willen trouwen en kinderen en zo, maar verder ben ik helemaal tevreden. Nou, dan ben je wel de enige op deze afdeling. Misschien wel in het hele gebouw. Misschien wel in de hele wereld. Iedereen wil altijd iets anders zijn dan hij is. Hier, moet je kijken. Hier kwam Fred mee aanzetten. Een idee voor een nieuwe tv-serie. En het heet... Fred op vrijdag. Wat moet het voor soort serie worden? Ik heb geen idee. Hij heeft alleen de titel ingeleverd. Hij denkt zeker dat wij de rest voor hem invullen. Hier heb ik er nog zo een. Een idee voor een nieuwe Nederlandse musical. Van onze weerman Jerry. Hier en daar een bui. Is het wat? Om een depressie van te krijgen. En dit is het ergste van allemaal. Mijn roman. Meneer Bouwman, heeft u dat geschreven? Uh-huh. Nou, netjes getypt. Dat is letterlijk wat de laatste uitgever zei toen hij het terugstuurde. Ja, ik dacht dat ik de nieuwe Cees Notenboom zou worden, of op zijn minst de nieuwe Moelis. En waar gaat het precies over? Nou, het is gebaseerd op mijn ervaringen bij de val van de Berlijnse muur. Zo, dat klinkt spannend. Wil je het lezen? Ja, heel graag. Dat vind ik leuk. 22 uitgevers vonden het saai. Hoe kunnen uw ervaringen bij de val van de Berlijnse muur nou saai zijn? Nou, het was in 1978. Toen ben ik op die muur geklommen. En toen viel ik eraf. Op die manier. Oh, Rudy. Goedemorgen, Sylvia. Wacht even, goedemorgen. Ik heb net verse koffie ingeschonken. Ja, zit er nog in. Oh, weet je wat ik net zat te denken? Ik denk, wat zien wij elkaar buiten het werk om toch weinig. Vind je dat zelf niet? Hoe ver is je vrouw nou? 7 maanden? Ik heb al zo lang niet meer gezien. Waarom komen jullie niet een keer lekker eten bij me? Donderdag, schrikt dat? Waar is het? Op je bureau. Oh jee.
Rudy, hoe vaak denk jij dat het eerste toneelstuk van Herman Heijermans is afgewezen voordat het werd opgevoerd? Ik zou het niet weten. Nou, ik ook niet precies, maar het was vast heel vaak. Nou, niet zo vaak als bij mij. En waarom doe je dat nou? Leek me opeens een goed idee. Daar is het voor gemaakt. Daar is het helemaal niet voor gemaakt. Ik vind jouw toneelstuk toevallig heel erg goed. Nou, dan ben ik blij dat ze het hebben teruggestuurd. Kan je het nog eens een keer lezen? Goh, dat is wel de dikste afwijzingsbrief die ik ooit heb gekregen. Rudy? Ja, laat me horen. Of nee, doe trouwens maar niet. Ik kan die dingen wel dromen. Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat ons aanbod voor het komende theaterseizoen al de deur uit is. Of we hebben geen ruimte voor een extra productie. Of, wat dacht je van, het lijkt ons geweldig om uw stuk te doen. Ja, zo ook zo een. Wat? Ja, het lijkt ons geweldig om een stuk te doen met uw goedkeuring. Kunnen binnen enkele de repetities beginnen. Wij moeten een contract met 2 voor 1 en 2 handdrukken. Het Utrecht Volkstoneel is er trots op om een stuk van dit kaliber te mogen opvoeren. Van een jonge, veelbelovende Utrechtse toneelschrijver in ons 81ste seizoen. Ja, wacht eens even. Ik heb helemaal niks opgestuurd naar het Utrechts Volkstoneel. Weet je het zeker? Ja. Hoe zijn ze er dan aangekomen? Ik zou het niet weten. Hallo, jongens. Hallo. Goedemorgen. Zeg, Rudy, ik lees dat een artikel en ik denk dat wij daar wel wat mee kunnen doen. Het gaat over een boer die scharrelkippen wil opsturen naar gedetineerden. Ja, als huisdier of als avondeten? Ja, dat weet ik niet. Het speelde zich af in de buurt van De Venter. Nou, ik heb gehoord dat ze met een soortgelijk project bezig zijn in Deventer. Nou, moet je nagaan. Zo'n idee gaat van stad naar stad. Ja. Over scharrelen gesproken. Ja. Speelde jij vorig jaar een rol in het toneelstuk Een trouwring mag niet knellen? Ja. Bij welke toneelgroep was het ook alweer? Bij het Utrechts Volkstoneel. Ik ben een steracteur. Ja, ik ben de enige grote naam die ze hebben. Zeg Fred, wist jij dat ze daar Rudy's toneelstuk gaan opvoeren? Oh ja? Mooi zo. Ja, ik hoopte het al. Ik heb het namelijk naar ze toegestuurd. Maar hoe heb jij dat stuk dan in je klauwen gekregen? Nou, in de postkamer. Ja, ik zag het toevallig liggen toen ik met mijn fanmail bezig was. En ja, ik had het al half uit toen ik zag dat het van jou was. Heb jij het helemaal gelezen? Nou, grotendeels wel, ja. Dat je zover bent gekomen? Oh. Er staat niet één plaatje in. Het gaat erom dat Fred het heeft opgestuurd en dat het nu opgevoerd wordt. Dat is toch goed nieuws voor je? Ja, en voor mij ook, want ik speel ongetwijfeld de hoofdrol. Dus Rudy, als jij vrijkaartjes wil, dan kan ik wel wat voor je regelen, hoor. Nou ja, misschien speelt hij niet zo heel erg slecht. De hoofdrolspeler in het toneelstuk waar ik 3 jaar aan gewerkt heb, zegt De Venter. Sylvia, ben je thuis? Ja, Roos, kom maar binnen. Sylvia de Jong, weet jij dat ik je al een week lang niet gezien heb? Waar heb jij gezeten? Waarom heb je me niet eventjes gebeld? Heb je er ooit wel eens bij nagedacht dat ik me vreselijk ongerust begon te maken? Oh nee, laat maar. Geen antwoord geven. Met dat soort vragen heeft mijn moeder mij het huis uitgejaagd. Oké, geef ik geen antwoord. Prima. Waar heb je gezeten? Begin maar bij vanavond. Ik ben naar het theater geweest. Oh, hoef jij je daarvoor tegenwoordig niet netjes meer aan te kleden? Wat heb je gezien? Ik heb niks gezien. Had je zulke slechte plaatsen? Nee. Roos, als ik het je vertel, ga je er meteen weer wat achter zoeken. Nou, ik ga er juist van alles achter zoeken als je me niets vertelt. Ja, dat is waar. Nou, ik speel mee in een soort toneelstuk. Oh? En ik wou dat ik het niet gezegd had, want dan ga jij het weer belachelijk zitten maken. Hoezo? Nou, jij bent soms nogal... Jaloers. Nee. Ja. Nou, dat is niet waar. Ik vind het echt fantastisch dat jij een rol hebt in een toneelstuk. Geweldig. En wat heb je ervoor moeten doen om die rol te krijgen? Nou ja. Jullie hebben gewoon een toneelstuk geschreven over een nieuwsredactie. En daar werkt een vrouw. En die vrouw woont in haar eentje. En die vrouw heet Sylvia. Goh, en ze dachten gelijk aan jou. En wat is dat voor iemand, die vrouw in dat stuk? Zeker altijd lief en aardig. Ja, zoiets ja. Fred Cordoba die heeft me overgehaald om een auditie te doen. Nou, toen kreeg ik die rol. En het is eigenlijk heel erg leuk. We hebben ontzettend veel lol. Zeg, heb ik jou wel eens verteld dat ik ook behoorlijk wat theaterervaring heb? Nee.
Nee, dat wist ik niet. Ja, ik heb samen op school gezeten met Paul de Leeuw. Of zoals hij toen heette, Paultje van Leeuwenstein. Jawel, echt waar. Nou, het is niet echt samen. Toen ik eindexamen deed, zat hij in de brugklas. Maar het was wel dezelfde school. Nou, met al die theaterervaring van jou, weet je dan waarschijnlijk ook wel dat het niet allemaal glamour en glitter is. Ik moet overmorgen deze hele tekst uit mijn hoofd kennen, dus... Oh. Jij moet wel oppassen, Sylvia. Want het is heel eenzaam aan de top. Tenminste, dat zei Paultje altijd. Roos, je hoeft niet anders tegen me te doen omdat ik eens één keertje in de schijnwerper sta, hoor. Ik blijf gewoon op de nieuwsredactie werken. Ik doe dit alleen voor de lol, oké? Oké. Weltrusten. Weltrusten. Heb jij al een artiestennaam? Goedemorgen, Sylvia. Hey, Rudy. Zo, dat ging goed, hè, gisteravond, de toneelrepetities. Ja, het begint al een beetje te komen. Behalve Fred. Nou, ik vind jou heel goed. Je hebt echt aanleg voor comedie. Oh, nou, dank je. Ja, ik heb vroeger ook wel eens wat gedaan, hoor, in Zeeland. Oh ja? Wat dan? Nou, ik was Sneeuwwitje in het bloemencorso. Ja, daar leer je een hoop van. Ja. Ach ja, wat moet je nou nog acteren, hè, met zo'n geweldige rol? Ik bedoel... Je hebt het zo grappig geschreven, Rudy. Dank je. Rudy? Ja? Vind je mij echt zo dom? Waar heb je het over? Nou ja, ik bedoel, dat kan toch geen toeval zijn, hè? De vrouw die ik speel heeft dezelfde naam als ik, heeft dezelfde baan en is eigenlijk min of meer oerstom. Ja, die rol, dat ben jij niet. Ja, op een aantal punten hebben jullie hetzelfde karakter. Maar dat ze oerstom is, dat heb ik verzonnen. Maar dat is grappig. Dat soort dingen doe je als schrijver. Een gedeelte is hetzelfde als jij en een gedeelte niet. Oh, ja. En dat gedeelte over dat ze aantrekkelijk is? Dat slaat op jou. Oh ja? Goh, dank je. Rudy, ja? Ik ben zo vrij geweest gisteravond je script te lezen. Ik vond het erg goed. Nou, Leo, dank je wel. Ja, erg goed. Alleen, er is een klein dingetje wat ik niet helemaal begrijp. Het gaat over het personage dat het hoofd is van de nieuwsredactie. Ik geloof dat hij Leo heet. Iedere keer als die man iets zegt, dan begint hij te schreeuwen, te commanderen. Geldt het ook voor de Leo die wij kennen? Nee, meneer Bouwman, dat doen schrijvers gewoon. Ik bedoel, een gedeelte is hetzelfde als u en een gedeelte niet. O ja. Ik snap het. Ja, ik dacht al zoiets. En ik dacht ook, als je het gaat herschrijven, dat je dan de naam van die personage maar beter kunt veranderen. Ja, nou, dat was ik precies van plan. Daar was ik al bang voor. En bedankt. Rudy, ik heb een kleine aanvaring met de regisseur. Hij weigert om applausbordjes te gebruiken. Fred, in het theater werken ze niet met applausbordjes. Maar hoe weten de mensen dan wanneer ze moeten lachen of klappen? Ja, dat is in jouw geval inderdaad een probleem. Oh ja. En ik vind dat je de tekst nog een beetje moet aanslijpen. Je bedoelt aanscherpen. En wat moet er dan precies aangescherpt worden? Mijn zinnen zijn zo slap. Ik bedoel, iedereen krijgt af en toe een lach, behalve ik. Dus als je daar misschien wat aan kunt doen. En oh ja, ik vind ook dat we misschien borden met tekst in de coulissen kunnen hangen. Ja. Was dat alles? Dan kan ik nu weer verder met mijn werk. Ja, vergeet je niet om een rol een beetje aan te scherpen, Rudy? Dat is toch niet zo moeilijk? Ik bedoel, het is zo'n interessante man. Nou, het was de moeilijkste rol om te schrijven. Oh ja? Hoezo? Nou, Fred, dat komt omdat ik nieuwslezers zo kleurloos en saai vind. Ja, ja, vaak is dat ook wel zo. Maar doe er nou toch wat aan, oké? Okay? Ruud? Goh, wat lijkt me toch leuk om te zien hoe je eigen stuk langzaam tot leven komt. Ja, Rudy, je moet maar zo zien, het heeft ook voordelen dat Fred meedoet. Welke dan? Nou, dankzij hem wordt het opgevoerd. En dat is een voordeel? Kom op, Rudy, het is jouw toneelstuk. Dat kunnen de mensen nu eindelijk zien. Nou, zeg het nou niet. Hoe minder mensen het zien, hoe beter. Jongens, dat was ik toch helemaal vergeten te zeggen. Ik heb een geweldige verrassing voor je. Oh, je voelt een acute keelontsteking opkomen. Nee. Ik heb de stunt van het jaar uitgehaald. Ik heb geregeld dat Martin Buijs op de première komt. Mooi. Zit er tenminste iemand in de zaal? Martin Buijs is een belangrijke recensent van de Utrechtse Courant.
Ik heb een paar mensen onder druk gezet en dan komt hij een stukje schrijven. Sylvia, weet jij nog hoe klote ik me voelde toen ik dacht dat mijn stukje was afgewezen? Mm-hmm. Als ik daar nu aan terugdenk, dan was dat het hoogtepunt in mijn carrière. Nou, geloof me nou, Sylvia, ik probeer je helemaal niet belachelijk te maken. Ik vond jou juist heel erg goed en je weet hoe jaloers ik kan zijn. Roos, ik speelde gewoon mezelf. Altijd lief en aardig. En oerstom. Nou, ik zal eerlijk zeggen wat ik ervan vond. Ik vond jou zo goed dat ik bijna misselijk werd van afgunst. Ja, en dat sta je niet nu ter plekke te verzinnen? Nee, echt waar. Dank je. Maar god, oh god, oh god, die Fred Cordoba. Ik heb na vanavond een heel nieuw beeld bij het woord afschuwelijk. Ja, ik hou mijn hart ook vast voor wat die recensent gaat schrijven. Nou, laat ik het dan gelijk maar zeggen. Dan komt de klap niet zo hard aan. Ik zat namelijk naast hem en ik kon zien wat hij opschreef. Hij schreef woorden als vreselijk en slecht en nog een paar woorden die ze waarschijnlijk niet eens durven drukken. Nee, Roos, ik heb gezien waar jij zat. Jij zat naast de regisseur. Oh. Zet jij dit even op het tafeltje? Tuurlijk. Oh, en die zoutjes straks ook nog geven. Ja. Sil, ik denk dat één schaal meer dan voldoende is, hoor. Als ik het net zo hoorde, denk ik niet dat er veel mensen komen. En trouwens, wie geeft er nou een premièrefeestje bij zichzelf thuis? In Amsterdam gingen we altijd naar Américain en dan daar wachten op de recensies. Ja, Roos, dat is een goed idee. We gaan met z'n allen naar Amsterdam en dan gaan we daar wachten op de recensies uit de Utrechtse Courant. Ik ga wel. En ik weet niet wat je zelf denkt, maar ik vond jou hartstikke goed. Ja. Hé, hey Fred, we hadden het net over je. Dank u. Ken je mijn beste vriendin, Roos Steenmeijer? Ja. Ik dacht van niet. Oh, daar was ik er zeker niet bij toen ik u ontmoette. Nee, dat zal dan wel. Zeg, hoe vond jij mij vanavond? Fred. Ik vond je echt, niet te geloven. Te veel eer. Ja. Sylvia, ik ben de tel een beetje kwijt. Hoe vaak hebben wij je applaus gehaald? 1 keer, Fred. Ja, daar zul je Rudy hebben met Ans. Wat zal die man vanavond gelukkig zijn? Hallo, kom Hallo. Binnen. Zo. Applaus voor de schrijver. Applaus. Ja. Hé, hey, waar zijn jullie vrienden? In het theater hadden jullie zoveel mensen bij je. Die je moesten naar huis? Meteen naar het eerste bedrijf. Wat vond je hier leuk, Sylvia? Ik vond het stuk ook enig, vond je niet? Ruud heeft een dijk van een toneelstuk geschreven. Oh schat, ik ben zo trots op je. En ik vond jou ook enig, Sylvia. Dank je wel. Ach ja, wat wil je ook met zo'n geweldige rol? En hoe vond je mij? Jij was gewoon onvoorstelbaar. Dank u. Ruud, hoe vond je mij? Fred, jij was precies wat ik had verwacht. Dank u. Zeg, zal ik iets te drinken voor jullie inschenken? Ja, lekker. Ik wil wel een... Voor mij niks, Sylvia. Ik doe een moord voor een glas melk. Doe mij maar een dubbele whisky. Hij drinkt voor 2. Ja. Het enige lichtpuntje van de avond was dat die hummel daarbinnen nog niks heeft kunnen zien. Jongens, ik vond het vanavond echt geweldig gaan. Het spijt me dat ik een paar keer mijn tekst kwijt was, maar ik geloof dat ik me er aardig heb uitgered met mijn improvisatietalent. Ja hoor, Fred, maar als je momentje zegt en vervolgens het toneel afloopt om in je script te gaan kijken, dan kan ik dat niet echt improviseren. Hé, Silva, blijft Leo? Oh, die staat te wachten op de krant bij de snackbar op de hoek. Bestaat er ook zoiets als een 3-dubbele whisky? Sylvia, ik vind dat jij veel te bescheiden bent. Waarom kwam je niet met me mee toen we voor de 2e keer moesten buigen? Omdat ik stond te wachten tot er iemand ging klappen, Fred. Ach, ik vergeet je melk. Sorry. Hé, hey, waarom zit jij hier? Ik probeer iets nieuws te verzinnen. Voor als Fred weer aan me vraagt hoe ik hem vond.
Maar er zijn zo weinig neutrale manieren om te zeggen dat je iets afgrijzelijk vindt. Roos, ik heb jou uitgenodigd omdat jij het altijd zo leuk doet op feestjes. Nou, ik doe het alleen leuk op feestjes waar een heleboel beschikbare mannen rondlopen, waar ik dan, zoals mijn moeder dat noemt, omheen kan circuleren. Ik doe het niet leuk op feestjes waar de ene man zijn zwangere vrouw meeneemt en de andere man een langdurige verhouding heeft met zichzelf. Alsjeblieft naar binnen en breng een gesprek op gang. Maar zorg dat je niks zegt wat ook maar iets te maken heeft met toneelspelen. Zoombeving. En dat lijkt me dan gewoon... Hallo allemaal. Heb ik wel eens verteld dat ik samen op school heb gezeten met Paul de Leeuw? Met wie? Sylvia! Nou, en toen zat ik samen met Paul in die schoolmusical. Maar ja, er kwam niks uit, want hij was veel te verlegen. Nou, toen ben ik een paar keer met hem uit geweest. En toen zei ik tegen hem, Paultje, kom er nou gewoon vooruit dat je homo bent. Nou, dat heeft hij gedaan. En de rest weet je. Sylvia, hoe vond jij mij vanavond? Nou, Fred, om jouw tegenspeelster te zijn, dat was zo... Dank u, dank u. Meneer Bouwman, hallo. Hoe is de recensie? Ja. Ja, ja, hij vond het geweldig, toch? Wat schrijft hij? Wat schrijft hij? Even kijken, waar staat het? Ik kan het nergens vinden. Waar staat het? Recensies staan nooit op de voorpagina. Die moet je middenin zoeken, pagina 9. Pagina 9. Ja. Domstad getroffen door tragedie. Even, je hebt de verkeerde, die moet je hebben. Ah, totaal misser in Utrecht. Dat is hem. Je hebt goede toneelstukken en je hebt slechte toneelstukken en stukken die hun doel volledig voorbij schieten. Gisteravond was het in Utrecht weer eens goed raak. Een totale misser. Het geheel speelde zich af op de nieuwsredactie van een lokale tv-zender onder de titel Werken, Werken, Werken. En dat dekte de lading volledig, want aan het eind van de avond was de hele zaal aan vakantie toe. Zeg, hoe vindt hij het tot nu toe? Sylvia, lees jij alsjeblieft verder, dan kan Fred luisteren. Nou, niet alles gisteravond was rampzalig. De pauze viel 100% mee. De hoofdpersoon in het stuk is een nieuwslezer. Ik wil absolute stilte. Nou, als ik jou was, zou ik er gewoon doorheen praten. Gespeeld door een acteur, Fred Cordoba, die overduidelijk geen idee had hoe de wereld van een nieuwslezer eruit ziet. Misschien had ik hem toch niet voor zijn plaatskaart moeten laten betalen. Normaal gesproken hou ik niet van bloot op het toneel, maar in dit geval zou dat zeer op zijn plaats geweest zijn. Dan had het publiek tenminste iets gehad om naar te kijken. Hij vond mijn pak niet eens mooi. Over de acteerkunsten van Sylvia de Jong kan ik kort zijn. Nou ja, et cetera, et cetera. Wat? Kunnen wij niet tegen kritiek? Nou, als Ruud er tegen kan en ik kan er ook tegen, dan moet jij er zeker tegen kunnen. Wacht even, waar staat het? Ah, ja. Over de acteerkunsten van Sylvia de Jong kan ik kort zijn. Ze krijgt als enige een krappe voldoende in deze voor de rest deerniswekkende avond. Hij vond het goed. Zeg, Ans, wat denk je dat het wordt? Een jongen of een meisje? Ja, ja, absoluut. Goedemorgen. Goedemorgen, Rudy. Hallo. Is er iets? Is er iets? Hoezo is er iets? Nou, er is helemaal niks. Het is allemaal geweldig. Ik ben nu officieel ex-toneelschrijver. Of zoals Martin Buijs het zo treffend wist uit te drukken, ik ben zo begaafd als een hersendood konijn. Rudy, het is gewoon een goed toneelstuk. Martin Buijs vindt van niet. Dat is de mening van één persoon. Ja, maar heeft het wel aan 500.000 andere mensen doorverteld. Die geloven toch niet allemaal wat hij zegt? Oh nee, mijn zus heeft er kaartjes voor vanavond afbesteld. Rudy, ik begrijp niet dat jij de mening van één man zo vreselijk aantrekt. Ik bedoel, je moet vertrouwen hebben in je eigen oordeel. Je moet er gewoon van overtuigd zijn dat jouw stuk goed is. Afgezien van die waardeloze voorstelling. Dat is iets wat een schrijver moet weten. Neem mij nou. Ik heb een roman geschreven. En het kan me niet schelen wat iedereen ervan vindt. Ik weet dat het rotzooi is. Leo, ik wil het niet meer over gisteravond hebben. Ik heb geboft. Ik vind dit stomme baantje leuk. Ik vind het niet erg om een
talentloze loser te zijn. Zie je nou hoe je opbloeit van een krappe voldoende? Nee, als je dit leest, daar knap je van op. Wat zijn dat? Rouwadvertenties? Nee, dat zijn allemaal toneelrecensies uit het archief. Allemaal geschreven door Martin Buis. Sylvia, wat ben je nou aan het doen? Moet je luisteren wat hij schrijft allemaal. Ik heb in de afgelopen jaren een flink aantal begrafenissen bezocht en zelfs een crematie. Maar gisteravond heb ik voor het eerst een stuk zien doodgaan op toneel. Een niemandalletje dat maar beter opgedoet kan worden. En nu naar bed van Arnie M.G. Schmid. Ja, je meent het. Hier, ik heb er nog zo één. Als u van Anne Frank houdt, dan stel ik voor dat u een bezoekje brengt aan het achterhuis. Maar gaat u vooral niet naar dit toneelgedrocht met je wijngaarden... En Jeroen Krabbé. Nou? Leo heeft de schurft aan Jeroen Krabbé. Ja, hij heeft overal de schurft. Dan moet je lezen wat hij schrijft over King Lear van Shakespeare met Johnny Kraaikamp. Heeft hij een hekel aan Kraaikamp ook? Nee, hij vindt het stuk van Shakespeare niet goed. Oh. En dat gaat zo maar door. Die man heeft overal de schurft aan. Wat heb ik je gezegd, Rudy? Ja. Nou ja, ik wou de eerste zijn die wel leuk vond. Rudy, het gaat om één ding. Die man heeft gewoon helemaal nooit gelijk. Oh, betekent dat dan misschien ook dat ik geen krappe voldoende was? Jongens, moet je horen. Sinds gisteravond straalt er in Utrecht een nieuwe ster. Zijn naam is Fred Cordova. Zelden is het publiek in de Domstad getuige geweest van zulke virtuoze hoogstandjes van een theaterbeest pur sang. Maar dat is fantastisch. Nou, nog alleen een krant zien te vinden die het wil plaatsen.